Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. U merkt het, we zijn niet in de studio, we zijn op locatie, maar het blijft nog een kleine verrassing waar we zijn. Want u ziet heel veel boeken achter me, dus u weet het nog, het wordt een intellectueel gesprek. Wij zijn op bezoek bij niemand anders dan meneer Hans Limapo. Meneer Limapo, goedemiddag en welkom bij In Gesprek Met. Gaat met u? Gaat goed. Ja, ik ben best tevreden. Oké, prima. Oké, meneer Limapo. Gisteren was het openingscollege van het FAR, School of Alles, om het zo te zeggen. Ja. Kunt u ons een beetje vertellen wat er allemaal in petto is voor de nieuwe studenten en de oude studenten? Nou, gisteren is 1 oktober is het begin van het nieuwe studiejaar, zeg ik altijd. Want het is niet alleen maar het collegejaar voor het hoger onderwijs. De hele jeugd gaat in beweging. En dat is een heel belangrijk moment voor ons allemaal. Want niets is belangrijker dan leren. Dat onderscheidt ons mensen van andere levende wezens. Dat we kunnen leren. En dat we de mogelijkheid hebben om te leren. Dus wat gebeurt er dan op 1 oktober? Er vindt een nieuwe start plaats van kleine kinderen die voor het eerst naar school gaan en die huilen. Klopt. En die geconfronteerd worden met het probleem dat leren niet alleen maar thuis je vermaken is, maar dat er ook disciplines aan leren verbonden zijn waar ze voor het eerst in hun leven mee geconfronteerd worden. Het betekent bij ons, op het hoger onderwijs, betekent het ook voor de mensen die voor het eerst komen, een omschakeling. Want het betekent dat ze uit een sfeer waarin leren voor hun toch een soort disciplinaire begeleiding was. Ze leren van hun ouders en van hun onderwijzers. Leren ze bepaalde waarden, bepaalde betekenissen, bepaalde gedragspatronen. En nu plotseling komen ze bij hoger onderwijs in een environment, in een milieu terecht, waarin ze nog steeds leren en moeten leren, maar waar het toch veel meer van hunzelf afhankelijk is of ze willen leren. En hoe ze willen leren. En de uitdaging voor ons allemaal, die met onderwijs belast zijn. En ik kan u zeggen, er is niets mooier dan met onderwijs belast zijn. Die staan dan voor de uitdaging om deze nieuwe leerlingen in het hoger onderwijs, wat ik dan noem, zelfdiscipline bij te brengen. Discipline als een soort tweede natuur. Discipline die gevoed is door liefde voor leren. U zegt het mooi, discipline voor liefde voor leren. Je hebt van die leergierige leerlingen, maar je hebt ook van die leerlingen die, ja, ik moet omdat ik verplicht ben. En hoe gaat uw college om die omschakeling bij de studenten teweeg te brengen die zo'n houding hebben van ik moet naar school omdat ik verplicht ben? Ja, kijk, we moeten ons goed realiseren dat in deze samenleving mensen die hoger onderwijs gaan genieten, toch voornamelijk mensen zijn die wat ik noem first generation academics zijn. Het zijn kinderen van wie in de familie ze de eerste zijn die hoger onderwijs gaan genieten. Hun ouders hebben geen hoger onderwijs genoten. De kinderen van wie de ouders al hoger onderwijs hebben genoten, die zijn voor een groot deel vorige maand naar Nederland vertrokken om daar te gaan studeren. Dus wij hebben de uitdaging van degenen die hier met onderwijs belast zijn, om aan de ene kant hetzelfde niveau te halen, de lat even hoog te leggen als het in andere landen wordt gelegd, internationaal wordt gelegd, maar tegelijkertijd te beginnen met kinderen die niet van huis uit leren als een deugd, als iets plezierigs hebben ervaren. Ik zeg altijd aan kinderen, je moet evenveel van leren als van lekker eten houden. En ik kan u vertellen, in Suriname spreek dat wel aan. Ja, het is dicht bij huis. Zo is dat. Oké,
En gisteren ook tijdens de openingscollege zijn er awards uitgereikt, of een award. Ja. Waarom doet het FAR-college dit elk jaar? Nou, we doen dat om twee redenen. De eerste reden is natuurlijk dat je mensen die uit de blinkers zijn, dat je ze wil erkennen. Mensen vinden, we zijn allemaal mensen. Een tap on the shoulder doet een heleboel met mensen. En mensen die een heel jaar uit 250 studenten de beste zijn, die wil je erkennen. Die wil je een pluim op de hoed steken. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een aansporing voor andere studenten die het niet hebben gehaald. Die niet de beste zijn geweest. En ja, het wordt toch een soort traditie. Op de School of Business hebben we een Wall of Excellence. Ja, vier keer per jaar hangen er de beste studenten van de betreffende periode. Daar hangt de foto van. Maar ook de beste docent. Vooral dat, want de docent speelt een grote rol. En de docent die wordt gekozen door de studenten zelf. Dus de studenten die kiezen elke periode, elk kwartaal, kiezen ze wie ze de beste student achten. En dus de beste docent achten. En ik kan u vertellen dat, nogmaals, we zijn allemaal mensen. Die docenten die dat winnen, die vinden het best fijn. Dus dat stimuleert. Ik geloof heel sterk in collectief gedrag. Maar ik geloof in een ingebouwde competitie. En wat we dus doen, we bouwen competities in. We hebben bijvoorbeeld op de masteropleidingen iets dat noemen we een wisselbeker. De student die in een bepaalde module het beste cijfer krijgt, die krijgt een wisselbeker mee naar huis. Zijn naam staat erin gegraveerd en hij kan thuis laten zien dat hij de beste student was in die module. En dat het belangrijk is, nou, er heeft een keer een vader me gebeld en die zegt, meneer, kunt u er iets aan doen dat mijn student een keer, mijn zoon, een keer met die beker thuis komt. Hij vindt het elke keer zo erg dat hij het niet haalt. Dus ja, we hebben iets van competitie bouwen in onderwijs. En ik denk dat goed is. Uitblinkers moeten competen, die moeten winnen. En we moeten allemaal een beetje winnaars zijn in het leven. En om een beetje terug te gaan, vorige maand was de diploma-uitreiking aan een hele grote groep studenten. Ja. En u had nog in een klein gesprek met mij aangegeven van, het moest hoger liggen, maar vanwege omstandigheden was hij toch niet op dat aantal dat u graag gewild had. En hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar dat zo'n grote aantal studenten zijn afgestudeerd? Nou kijk, in het algemeen, maar zeker als je internationale accreditaties hebt, zoals wij die hebben, wordt van je verwacht dat een bepaald aantal studenten, een bepaald percentage van de studenten, binnen wat we noemen de nominale periode, dat is de periode waarin die studie gedaan moet worden, ook inderdaad afstudeert. Maar dat is een uitdaging. Er zijn veel, wat ik dan noem, laatkomers, mensen die achterblijven, mensen die het niet halen, op tijd halen. En de uitdaging is dus om een bepaald percentage, en dat ligt 60-70% van de studenten, binnen 6 maanden na het afloop van die nominale periode te laten afstuderen. En ja, we zijn er nog niet helemaal. We gaan een stuk beter. Dit jaar zijn er in totaal 200 studenten ongeveer van de bachelor en ongeveer 70 van de master afgestudeerd. Het had een tikje, een tandje meer moeten zijn. En dat is ook goed, want dat laat ons leren wat we beter kunnen doen. En ja, we zijn daar trots op. We hebben tot nu toe, FHR bestaat volgend jaar 20 jaar. We hebben ongeveer 500 bachelors masters afgeleverd, 500 masters afgeleverd. En ik denk in de buurt van 1000 bachelors. Dus it makes a difference. En dat motiveert ons allemaal. Want ik kan u zeggen, niets is mooier dan onderwijs. Niets is mooier dan, dan te kijken in de ogen van een kind dat afstudeert. Klopt, inderdaad. En over
de 20-jarige gesproken, als je zo terugkijkt, is het dan voorgekomen dat er geen plek was op FAR, dat studenten moesten wachten op het volgend jaar? Ja, dat komt wel voor. We hebben een intake in de masters van ongeveer 100. We hebben een intake in de bachelors van ongeveer 250. Dat zijn onze targets, onze doeleinden, en die halen we ook. Maar even belangrijk is dat er ook geen afgestudeerden zijn die zonder een baan zijn. Ik ken geen enkele afgestudeerde van FAR die rondloopt zonder een baan. En dat is nog veel belangrijker dan of ze kunnen beginnen, is dat wanneer ze eindigen, dat ze hun carrière zonder meer kunnen voortzetten. Want wat ik ook heb gemerkt is dat je ook veel werkenden hebt die zich nu inschrijven op het FAR-instituut. Ja, de masters zijn alleen maar avondopleidingen. En daar is werken een hele duidelijke, zo niet een voorwaarde, dan een hele sterke aanbeveling. Bij de bachelors hebben we een dagopleiding. Dat zijn voor studenten die niet werken. En we hebben een avondopleiding voor studenten die wel werken. De laatste jaren zien we toch een sterke toename van studenten die werken, omdat studenten in feite in staat zijn om, als ze werken, succesvol te studeren, maar tegelijkertijd ook hun collegegeld te verdienen. Dus dat verhaal van ik kan niet gaan studeren want ik heb geen geld, dat is niet helemaal waar. Het betekent wel dat je jezelf beperkingen op moet leggen. Het betekent wel dat je je buikriem enigszins moet aanhalen. Maar wie wil studeren, en ik zeg het altijd, er is geen enkele persoon die bij FHR binnenkomt, echt wil studeren en om financiële redenen niet gaat studeren. Dat is echt mooi. Ja, want heel wat vonden van ja, als ik naar FAR moet gaan, dan moet ik euro's betalen. En dus het lijkt alsof mensen of de meeste studenten bang zijn om over die drempel heen te stappen. Maar als ze naar die open dagen gaan en je later hoor, dan valt toch best mee. Weet u, ik zal u vertellen, FAR is ontstaan als een alternatief voor naar Nederland gaan. En dat betekende twee dingen. Het betekende dat het niveau van het onderwijs hetzelfde moest zijn als in het buitenland. En twee, het betekende dat de kosten significant lager moesten zijn dan ze in het buitenland waren. Helaas kan ik, omdat ik internationaal geaccrediteerd onderwijslever, het niet doen voor dezelfde prijs als mensen die niet onderwijs van dat niveau leveren. Een simpel voorbeeld. Studenten op onze bachelors, die hebben allemaal toegang tot een complete bibliotheek via het internet. Via een iPad. Dat is handig. 3 jaar geleden nog. Groot gebrek aan boeken. Ze hadden geen boeken, ze konden zich niet permitteren om die boeken te betalen. Ze gingen pagina's kopiëren, allemaal. Nu heeft elke student bij FHR heeft een iPad en heeft volledige toegang tot een volledige bibliotheek om te kunnen studeren. Dat is een internationale standaard waaraan je voldoet. En dat komt niet voor niemendal. Klopt inderdaad. En u zegt het, iets schoot me net te binnen. Heette FAR vroeger niet in Holland en later is de naam veranderd? Dat is niet helemaal waar. FHR is opgericht 20 jaar geleden. En dat is, zijn eigenlijk de initialen van mijn vader. Het is naar mijn vader genoemd. Als een masteropleiding, primair. Oh. En in 2012 heb ik in de school die toen in Holland heette, de bacheloropleiding heb ik toen gekocht en geïncorporeerd in FHR. Dus ja, de bacheloropleiding was vroeger FHR, was vroeger in Holland, is gestopt omdat het niet
lonend gedraaid kon worden. En wat ik toen gedaan heb, ik ben niet doorgegaan op de basis waarop het doorging, maar ik heb gezorgd dat het internationaal geaccrediteerd werd. Dus we hebben de internationale accreditatie gerealiseerd binnen 2 jaren. En daardoor is het vandaag een instituut dat, ja, ik zou zeggen, iemand zei dat gisteravond, dat toch ja, prestigieus is door de internationale accreditaties die we allemaal hebben. Want de naam zegt het ook, Instituut voor Higher Learning. That, higher Education, ja. En education is learning. Learning, ja. En ik zeg ook aan studenten, als ik straks vanmiddag weer kennis ga maken, dan zeg ik, ik ben Hans Lemapol. Ik ben 79 jaar. En ik heb besloten om de rest van mijn leven te wijden aan het bijbrengen van liefde voor jonge mensen. Liefde om te studeren. En dat vind ik een hele mooie opdracht en daar hou ik me aan. Ja, kijkers, u heeft het zelf gehoord. Dus mensen die van leren houden, nemen jullie een goed voorbeeld van meneer Lemapol, want die houdt van leren. Maar hoe staat het dan, de bacheloropleidingen? Is het instituut van plan om opleidingen toe te voegen, uit te breiden? Ja, we hebben dit jaar 2 opleidingen toegevoegd. Eén is Financial Sector Management. Het heeft een beetje te maken met het hele toename van voorschriften op het stuk van de accountancy. Dus dat is een nieuwe opleiding, een nieuwe afstudeerrichting. We creëren nu een afstudeerrichting die heet Business and Law. En dan hebben we in totaal 7 afstudeerrichtingen. En dat geeft studenten toch een vrij grote keuze. De eerste 2 jaren doen alle studenten een uniform pakket. Dus dan hoeven ze niet te kiezen. Okay. Na 2 jaren hebben ze 6 maanden praktijk, hebben ze 6 maanden stage gelopen. En dan hebben ze 6 maanden waarin ze gaan kiezen aan de hand van vakken voor welke afstudeerrichting ze opgaan. En ja, ik moet zeggen, deze wat we dan noemen een brede bachelor loopt erg goed. Want het is ook iets handiger dat ze niet vanaf dag 1 gelijk, ja, maar ze worden dan geleider, ja, geleidelijk aan gaan ze kiezen wat ze willen hebben. Maar we hebben het over studenten. Ik wil toch iets zeggen over docenten. In 2014 had de Business School, toen het nog overging van in Holland naar FHR, hadden ze 2 vaste docenten. Nu hebben we 34. Wow. Mensen die fulltime employed zijn. En waarom? Niet zozeer om economische redenen, als wel om de reden dat als je fulltime employed bent, dan kan ik van je verlangen dat je blijft studeren. Dat je standaarden verhoogt. En docenten bij ons verdienen ook wat we noemen permanent education punten. Dus we zijn wel bezig met het verhogen van de standaarden, niet alleen door de studenten op te trekken, maar ook door de docenten bekwamer te maken in het helpen en het onderwijzen van studenten. Ja, en om er een beetje een refresher aan te geven, u zegt nu zijn er 7 afstudeerrichtingen. Kunt u ons een beetje de revue laten passeren hoeveel, wat de 7 afstudeerrichtingen zijn? Ja, er is management accounting. Er is financial sector management. Er is management zelf. Er is HRM. Er is international business. Er is law and business. En misschien heb ik 1 vergeten, maar het dekt wel het hele spectrum. Dus keuze zat dus? Ja. Ik moet zeggen dat studenten, als ze dat moment hebben bereikt, niet meer kiezen. Het is bijna een kiezen zonder keuze. Dan weten ze al wat ze willen. En dat is natuurlijk heel goed. Dat inderdaad. Want er zijn, en men blijft toch ook aangeven dat als je toch nog een goede bachelor en een betere master's op zak wil hebben, dat je naar FHR moet gaan. Ja, dat hoor ik ook vaak. En ik ben daar natuurlijk erg trots op. En ik ben erg blij dat we als FHR toch iets kunnen doen voor studenten. Voor bedrijven waar die studenten
wanneer ze afgestudeerd zijn gaan werken. En ik moet zeggen, heel veel studenten worden reeds na hun stage in dienst genomen bij die bedrijven. En als ik in mijn netwerk kijk, dan zijn in heel veel bedrijven zijn van FHR gestudeerden. Die lopen er rond. En tot nu toe, laat me het afkloppen, maar tot nu toe hebben ze het goed gedaan. Ze zijn nog niet tussen aanhalingstekens in opspraak gekomen. En daar ben ik blij om. Want bij FHR gaat het niet alleen maar om kennis. Het gaat er niet alleen maar om kennis en vaardigheden. Het gaat ook om kennis, vaardigheden en attitude. We hechten erg veel waarde aan het feit dat mensen een goede houding hebben. Dat mensen respect voor elkaar hebben. Dat mensen respect voor elkaar hebben, niet alleen maar als mens, maar ook vanwege een andere politieke of religieuze overtuiging. We hechten veel waarde aan het respect dat je hebt voor meisjes, voor vrouwen. Dat je dat, dus ja, dat is een hele belangrijk punt in FHR. Een tweede belangrijk punt dat ik u wil noemen is dat vanaf we begonnen zijn hebben we gezegd, we gaan ondanks het feit dat er in deze samenleving nogal vrij veel pessimisme heerst. Of als je wil zelfs cynisme heerst. Zoals iemand laatst tegen me zei, mijn dochter gaat weg en ik heb haar gezegd, ze moet nooit meer terugkomen in dit land. Nee. Ja, want het is hier zo beroerd. Nee, dat zeggen we bij FHR niet. We zeggen het kan beter, maar we zeggen, we dragen verantwoordelijkheid om het beter te laten gaan. En dat doen we door mensen goed onderwijs te geven. Kennedy heeft eens gezegd, een land kan zich nooit sneller ontwikkelen dan de progressie van zijn onderwijs. Je kan bruggen bouwen, je kan straten asfalteren, je kan allerlei dingen doen, maar onderwijs is de sleutel van ontwikkeling. En als we rondkijken, ik zie heel veel boeken. Maar ik zou me afvragen, heeft u allemaal gelezen? Nee, ik heb ze niet allemaal gelezen, maar ik hou van boeken. Ook van andere dingen hoor. Maar ik hou van boeken. En ik ben niet iemand die, als ik een boek in mijn hand krijg, van kaft tot kaft, dat boek lees. Maar ik neus graag in boeken. En ja, ik zeg altijd als mensen, zeg ik, het houdt me netjes, het houdt me van de straat. En dat vind ik, ik ben heel gelukkig in de omgeving waar er boeken zijn. Ze maken geen ruzie tot me. Ik ben nooit alleen. Dus ja. En ik heb gisteren gezegd bij de opening van het college, dat nieuwe studenten 3 dingen moeten doen. Lezen, lezen en lezen. Lezen geeft je die parate kennis. Het geeft je die basiskennis die je nodig hebt om verder te kunnen gaan. Het stelt je in staat om je eigen creativiteit te ontwikkelen. Om in vrijheid keuzes te maken. Als je niet leest, en we hebben niet zoveel mogelijkheden hier, maar alleen maar naar games speelt op je telefoon of je iPad, dan ga je niet die basiskennis ontwikkelen die je nodig hebt, dat fundament om dat intellectuele huis erop te bouwen. En daarom zeg ik altijd, lezen, lezen, lezen. Dat is de sleutel. Dat zou mijn volgende vraag in principe zijn van, als u de mening ook deelt dat er niet meer veel wordt gelezen in Suriname. Nou ja, ja, gisteren heb ik er ook aan gerefereerd. Er zijn mensen die denken dat je niet hoeft te lezen omdat je geen parate kennis hoeft te hebben. Want alles kan je bij Google halen. Oké. Maar ze vergissen zich. Zwaar ook. Want wat je in Google vindt is geen kennis, is feiten. Kennis verwerk je verstandelijk. Kennis is een proces dat je creëert. Je hebt ook geen
Je hebt verstandelijke vermogens. Verstand creëer je. En als je denkt dat Google verstand voor je gaat creëren en je vermogens in verstand gaat omzetten, dan denk ik niet dat je dat goed doet. Maar wat vind je zelf van, je hebt hardcopy boeken en e-books? Nou, ik heb geen enkel probleem met e-books. Ik heb zelf, ben ik niet een groot voorstander van e-books, maar dat komt vanwege mijn leeftijd. Ik heb altijd met boeken gewerkt. Maar ja, er zijn heel veel mensen die heel goed met elektronisch materiaal om kunnen gaan. En op de school zei ik u al, studenten hebben toegang tot, denk ik, zeker 5000 boeken. En natuurlijk geeft dat ze mogelijkheid om te studeren. Ze zijn ook heel inventief in hoe ze om moeten gaan met dat internet en met de voren. Dus ja, e-books is wel een blessing als je maar niet ervan uitgaat dat je toegang tot e-books voorkomt dat je verstand moet gebruiken. Precies. Want ik zou net zeggen van, want het verschil met e-books en hardcopy is dat je op een e-book niet geen aantekeningen kan maken. Dat was vroeger zo, nu is het al niet meer zo. Je kan in je e-book kan je aantekeningen maken. Je kan onderstrepen, je kan commentaren zetten, je kan aantekeningen. Nee. De techniek is heel ver wat dat betreft. Ik wist alleen van comments, maar ik wist niet dat je ook wel... Je kan hele strepen trekken, highlighten, in de marge. Je kan een heleboel ermee doen. Dus dat is dat we zeggen dat dat een grote hulp is. Ja. Wie goed met e-books kan omgaan, heeft gemakkelijke toegang tot boeken. En ja, het is wel wat de moderne tijd biedt. Inderdaad, want ik heb begrepen dat dat ook een van de 21st century skills is. Ja, een van de 21st century skills is zeker je vermogen om met informatie om te gaan. Met veel meer informatie dan vroeger. Ja. Nu kan je de hele wereld. Ja, vroeger zeiden we, the world is your oyster. Now is the world is your computer. He, je kan in die computer kan je met de hele... Dus dat is erg verrijkend voor mensen. En dat is erg, erg mooi. Maar er zijn te weinig mensen die er echt gebruik van maken. Kinderen beginnen al heel vroeg. In plaats van te lezen, in plaats van te spelen. Want dat is ook heel goed. Hè? Kalmte en spelen zijn symptomen van wijsheid. Hè? Stilte en spelen. Maar nu is het wel spelen, maar games. Bang, ping, pang. Nou, dat is niet wat ik denk dat goed is voor de hele vorming van kinderen. Ja, dat klopt wel. Maar je hebt ook nog wel wat mensen die toch niet hun kinderen helemaal blootstellen aan de 21st century. Absoluut. En er zijn heel wat ouders die best, en ik denk ook terecht, grenzen stellen aan wat kinderen mogen, want ik denk niet dat ze zich verzetten tegen het leren van 21st century skills, maar zich wel verzetten tegen de verslaving die van het internet uitgaat, hè? Die van het spelletjes, die van die telefoon uitgaat. Als je iemand iets vraagt, als je hem vraagt, wanneer ben je jarig? Zegt hij, wacht eventjes. En dan pakt hij zijn telefoon om te gaan kijken. Nee, zo ver is het nog niet. Maar als je hem vraagt wanneer zijn zusje jarig is, of zijn moeder, heb je wel kans dat hij die telefoon eruit haalt. Klopt, inderdaad. Maar dat is toch wel heel... Nee, maar kijk, wanneer het op je moeder aankomt, weet je wel wanneer je moeder of je vader jarig wordt. Misschien je zusje of je broertje die zo zit. Je moeder vergeet is niet eens zo erg. Je vrouw vergeet is het ergste. Vooral dat? Oké, meneer Limapo, het was, ja, kijkertjes, net als wat ik zei, het zou een heel intellectueel gesprek worden. U heeft van alles en nog wat gehoord van meneer Limapo en daarom is het altijd leuk om bij meneer Limapo op bezoek te komen. Dus het nieuwe schooljaar staat voor de deur en de nieuwe studenten zitten er ook aan te popelen. Dus wij van ATV wensen alle studenten en ook u allerbeste toe en een vruchtbaar vol nieuw schooljaar. Dank u wel en ik stel het heel erg op prijs
dat u dit interview hebt afgenomen. En ik hoop niet dat u tot volgend jaar afwacht voor een volgend interview. Nee, absoluut ik vond het niet. Erg plezierig en erg aangenaam. Dank u wel.